Waarde collega's, het is blijkbaar een traditie dat bij de plechtigheid van de aanstelling van een nieuwe gemeenteraad de fractievoorzitters van alle partijen een korte toespraak houden. Ik kan mij inbeelden dat dit verplicht nummertje in mijn geval behoorlijk vreemd overkomt. Ik kan geen fractieleden voorstellen, nog bewieroken. Ik zit hier dus als enige verkozene van N-VA en dat heb ik te danken aan de zet van mijn ex-medeverkozene. Samen met zijn rots in de branding heeft hij een uitgekiend plan bedacht om broederlijk te kunnen delen. U herinnert zich vast wel nog de afscheidsrede van Joost bij de laatste gemeenteraadszitting van 2018. Kurt, dit is geen vaarwel, maar tot weerziens. Ik richt mij dan ook tot Joost, de verbindingsman. Hij heeft jullie, mensen van Samen en Open VLD, van de verdrinkingsdood gered en jullie een gul kerstgeschenk in de schoot geworpen. Hij deed dit niet wegens de verleiding van een schepenambt en de daaraan verbonden vergoeding. Hij wilde louter ons allergeliefd Ninove met een fijn berekende hold-up redden. En in onze democratie is dat niet strafbaar. Dat weten uiteraard ook de dieptevreden overwinnaars. Maar de manier waarop Joost zijn plannetje heeft uitgevoerd, kan hij deontologisch nooit verkopen. Hij negeert straal de richtlijnen van de nationale partijtop. Hij houdt niet de minste rekening met al onze hardwerkende partijleden. En op een achterbakse en eigengereide manier omzeilt hij alle regels van het fatsoen. Vertrouwen en eer en geweten zijn ook in de politiek basisbeginselen die wij in onze jeugd door onze opvoeding meekregen. Blijkbaar heeft mijn ex-collega zijn eigen wereldje opgebouwd. Je gedachtegoed bepaal jij zelf. Je idool kies jij zelf. Ninove kent nu Joost Arends en hij zelf zal de Ninoviter nog beter leren kennen. Dames en heren, ik beken eerlijk dat ik met gemengde gevoelens burgemeester De Jonge en haar ploeg desalniettemin een vruchtbare ambtstermijn toewens. Aan deze kant van het halfrond zal ik samen met 15 wakkere Forza-mensen al de politieke debatten en werkzaamheden op de voet volgen. Mijn politieke leefregels wijken wel wat af van die van de groep van 15, maar ik wil geen oneenigheid. Voor de verkiezingen heb ik meerdere politici horen zeggen: de kiezer beslist en de kiezer heeft altijd gelijk. Op 14 oktober heeft de kiezer beslist om N-VA opnieuw naar de oppositiebank te sturen. En wij hebben dat begrepen en aanvaard. Consequent kiezen voor oppositie, dat was onze afspraak. En afspraken dienen nageleefd te worden. Wie dat negeert, kan nooit met opgeheven hoofd door de Ninofse straten flaneren. Wij van N-VA kijken met spanning uit naar de toekomst. Ik verwacht wel af en toe storm op zee, maar hoop tijdens de politieke activiteiten regelmatig wel eens op een gezonde wandeling door het park. Ten slotte zitten wij hier allemaal voor hetzelfde doel. Van onze stad een plaats maken om fier op te zijn. Een stad waar verandering en transparantie onafgebroken een groot accent moeten krijgen. En wil Ninove echt de wijste der steden zijn, dan zal daar indrachtig nog hard moeten voor gewerkt worden. Joost, ik maak je nog één ding duidelijk. Wat je ook presteert in je ambtstermijn, doe het nooit in naam van N-VA. Dat zal ik doen met de steun van mijn partijgenoten. Ik dank u. APPLAUS.